Hoi, in deze video wil ik laten zien hoe ik deze leuke haarband heb gemaakt. Ik heb hem gehaakt met Vildar Partner 6. De kleur zet ik even onder in de beschrijving. En ik heb hem helemaal gehaakt op haaknaald nummer 6. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En heel veel haakplezier met deze haarband. Ik begin met een losse ketting van 52 lossen en dat is genoeg voor de omtrek van mijn hoofd. Het aantal lossen wat je opzet moet wel een even aantal zijn en de losse ketting moet ook weer niet te strak of te los om het hoofd zitten. Dan begin ik in de tweede losse vanaf de haaknaald met een rijtje vaste. Dus iedere losse krijgt 1 vaste. Nu haak ik 3 lossen. 1, 2, 3 en ik draai mijn werk. En nu beginnen we met de sterrensteek. Je gaat een lus ophalen in de tweede losse vanaf je haaknaald. En dan haal je ook een lus op in de derde losse vanaf je haaknaald. Dan ga je naar de vaste die hieronder zit en daar haal je ook een lus op. En de volgende 2 vaste, daar haal je ook een lus op. 1 en 2. Nu heb je 6 lussen op je haaknaald, sla je om en je gaat door alle 6 de lussen heen. Dan maak je 1 losse en dan heb je hier het oogje van de ster en daar gaan we dus ook weer in verder haken. Daar haal je nu je lus op in dat oogje van de ster. Dan ga je hier naar beneden, je ziet hier alle lusjes en het eerste lusje hier, daar haal je ook je lus op. Dus het lusje die hier recht onder zit. Dan ga je naar de vaste waar die lus in zit. Daar haal je ook een lus op. En dan in de volgende 2 vaste, daar haal je ook een lus op. 1 en 2. Heb je weer 6 lussen op je haaknaald. Je slaat om en je gaat door alle 6 lussen heen. En een losse. Heb je hier weer het oogje van de ster. Daar haal je je lus weer op. De lus hieronder haal je je lus op. Dan de vaste waar de lus in zit, haal je lus op. En in de volgende 2 vaste haal je ook je lus op. 1 en 2. Sla je om en dan ga je weer door alle lussen op je haaknaald. Omslaan en nog een losse. Oogje van de ster, haal je lus op. De lus hier rechtonder, haal je lus op. De vaste waar de lus in zit, haal je lus op. En in de volgende 2 vaste haal je ook een lus op. 1 en 2. Sla je om en je gaat weer door alle lussen op je haaknaald. Omslaan en een losse. Oogje van de ster. Een lus ophalen. Lus die rechtonder zit. Een lus ophalen.
de vaste waar de lus in zit, haal je een lus op. En in de volgende twee vaste haal je ook een lus op. 1 en 2. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald omslaan en dan lossen. De lus van de ster, de oog van de ster bedoel ik, haal je een lus op. In de lus van de ster die hier in de vaste zit, haal je een lus op. In de vaste waar de lus in zit, haal je een lus op. En in de volgende twee vaste haal je een lus op. 1 en 2. Omslaan. En door alle lussen op je haaknaald. Omslaan. En een losse. In de oog van de ster haal je een lus op. De lus die hier rechtonder zit haal je een lus op. De vaste waar de lus in zit haal je een lus op. En in de volgende twee vaste haal je ook een lus op. 1 en 2. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald omslaan en een losse. In de oog van de ster een lus ophalen. De lus die hier rechtonder zit, een lus ophalen. De vaste waar de lus in zit, een lus ophalen. En in de volgende twee vaste haal je ook een lus op. 1 en 2. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald omslaan en een losse. En zo ga je helemaal door tot het einde. Ik ben op het einde en ik ga nu mijn laatste stersteek maken. Dus ik haal een lus op in de oog van de ster. In de lus van de ster. De vaste waar de lus in zit. Een lus ophalen. En de laatste twee vaste, daar haal ik ook een lus op. 1. En 2. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald omslaan en een losse. En nu doe ik in de laatste vaste nog 1 half stokje bij. En dan heb je zo een rijtje met stersteek. Nu doe ik 2 losse, 1 en 2 en ik draai mijn werk. Nu gaan we in de oogjes van de sterren haken. Je ziet hier alle lussen en daarboven zit een opening. En dat is de oog van de ster. En daar gaan we nu 2 verlengde halve stokjes maken. Dus omslaan, in het oogje van de ster insteken, je lus ophalen, omslaan en dan door 1 lusje. Omslaan en dan door 3 lusjes. Dat is een verlengd half stokje. In diezelfde opening gaan we nog een keer een verlengd half stokje maken. Dus omslaan. In het oogje van de ster insteken. Je lus ophalen. Omslaan. En door 1 lusje. Omslaan. En door 3 lusjes. Ga je naar de volgende ster, in het oogje omslaan, in het oogje insteken, je lus ophalen, omslaan door 1 lusje, omslaan en door 3 lusjes.
omslaan. In het oogje van de ster insteken. Je lus ophalen, omslaan. Door één lusje omslaan en door twee lusjes. Volgende ster, het oogje omslaan. Je lus ophalen, omslaan. Door één lusje omslaan en door drie lusjes. Omslaan. In dezelfde opening, lus ophalen, omslaan door één lusje, omslaan en door drie lusjes. En zo krijgt ieder oogje van de ster twee verlengde halve stokjes. Je gaat weer naar de volgende, omslaan. In het oogje van de ster insteken, je lus ophalen, omslaan door één lusje, omslaan door drie lusjes, omslaan in dezelfde opening insteken, je lus ophalen, omslaan door één lusje, omslaan door drie lusjes. Ik ben op het einde en dan heb je hier nog één steek over en daar doe je ook een verlengd half stokje in. Dus omslaan, in die steek insteken, je lus ophalen, omslaan door één lusje, omslaan en door alle drie. Dan doe je twee lossen, 1 en 2 en ik draai mijn werk. En nu krijgt iedere steek weer één verlengd half stokje. Dus je gaat naar die twee verlengde halve stokjes die in het oogje van de ster zit. En daar begin je weer met een rijtje van verlengde halve stokjes. In de steek insteken, je lus ophalen, omslaan door één lus, omslaan door alle drie. Volgende steek, insteken, je lus ophalen, omslaan door één lusje, omslaan en door alle drie. En zo ga je weer heel draai af. Dus iedere steek één verlengd half stokje. En de laatste steek moet je niet vergeten. Je had bij de vorige toer ben je begonnen met 2 lossen en dan bovenop de tweede lossen, daarin maak je ook weer een verlengd half stokje. Dus je lus ophalen, door 1 lusje omslaan en door 3 lusjes. Nu doe ik 1 lossen en ik draai mijn werk. En nu krijgt iedere steek 1 vaste. Iedere steek op ieder verlengd half stokje, 1 vaste. Vergeet op het einde die laatste steek niet. Zo heb je hier een kettingje en daarbovenop maak je een vaste. Wel om 2 lusjes door. En je maakt je vaste. En nu ga ik deze rijen nog een keer herhalen. Dus ik begin weer met de stersteek. Ik doe weer 3 lossen, 1, 2, 3, draai mijn werk en dan in de tweede losse, daar haal ik weer een lus op en een lus in de derde losse. Ga je naar de vaste hieronder, daar haal ik ook een lus op en in de volgende 2 vaste haal ik ook weer een lus op, 1, en 2. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald
omslaan en een losse. In het oogje van de ster haal je weer je lus op. Hier in het lusje haal je een lus op. De vaste waar de lus in zit haal je een lus op. En in de volgende twee vaste haal je ook een lus op. 1 en 2. Omslaan en rollen lussen op je haaknaald. Omslaan en een losse. En zo ga je weer de stersteek maken. Mijn laatste ster. Ik haal een lus op in het oog van de ster. In de lus van de ster. In de vaste waar de lus in zit. En in de volgende twee vaste. 1 en 2. Omslaan en rollen lussen. Omslaan en een losse. En dan doe ik nog een half stokje in die laatste vaste erbij. Doe ik weer twee lossen. 1 en 2. En ik draai mijn werk. En nu krijgt ieder oogje van de ster weer twee verlengde halve stokjes. Dus omslaan in het oog van de ster. Lus ophalen. Omslaan. Door één lus omslaan. En door alle drie. In hetzelfde oogje omslaan. Lus ophalen. Omslaan door 1, omslaan en door alle 3. Het volgende oogje weer omslaan, lus ophalen, omslaan door 1 lusje, omslaan door alle 3. Omslaan in dezelfde opening, lus ophalen, omslaan door 1 lusje, omslaan en door alle 3. En zo ga je weer heel draai af. Ieder oogje twee verlengde halve stokjes. Vergeet op het einde niet de laatste steek. Daar haak je ook een verlengd half stokje. Door twee lussen. Als dat lukt, ja. En daar doe je ook een verlengd half stokje in. Nu doe je weer twee lossen, 1 en 2. En nu krijgt iedere steek weer één verlengd half stokje. Dus hier heb je het oogje van de ster. En daar zitten twee verlengde halve stokjes in. Ga je naar de eerste, daar maak je een verlengd half stokje. En in de volgende weer. Een verlengd half stokje. En zo ga je weer heel draai af. In iedere steek één verlengd half stokje. Vergeet op het laatst die laatste steek niet. Dan doe ik één losse. Draai mijn werk weer. En nu krijgt iedere steek weer één vaste. Vergeet op het einde die laatste steek niet. En nu ga ik de sterrensteek weer doen. Dus drie lossen. 1, 2, 3. Werk draaien. In de tweede losse vanaf je haaknaald een lus ophalen. Derde losse een lus ophalen. De vaste eronder een lus ophalen. En de twee vaste erna ook een lus ophalen. 1 en 2. Omslaan en rollen lussen op je haaknaald. Omslaan en 1 lossen. In het oogje van de ster weer een lus ophalen. De lus van de ster een lus ophalen. De vaste
eronder een lus ophalen. En de twee vaste erna ook weer een lus ophalen. 1 en 2. Omslaan. En er al een lus op je haar knalt. En 1 lossen. En zo ga je weer een rij met de sterrensteek. Nu doe ik 1 losse draai mijn werk. En nu krijgt iedere ster 2 vaste. Dus in het oogje van de ster maak je nu 2 vaste. 1. 2. Volgende. 1. En 2. Volgende. 1. En 2. Dus zo krijgt ieder oogje van de ster 2 vaste. En in de laatste steek hier doe je ook nog 1 vaste. Nu gaan we de laatste toer doen. Ik doe 1 losse en nu krijgt iedere vaste gewoon 1 vaste. En ik heb net mijn tweede bolletje aangehecht, want voor de laatste toer heb ik dus net niet genoeg. En ik moet hem nog dicht gaan naaien. Dus in iedere steek 1 vaste. En zo ga je door tot het einde en daarna kunnen we hem dicht gaan naaien. Ik heb mijn draad afgeknipt en zorg wel dat je een lange draad overhoudt om je haarband dicht te kunnen naaien. Dan vouw je hem zo naar elkaar toe. En deze vouw je ook zo naar elkaar toe. Zorg wel dat je de goede kant naar je toe hebt. Dan schuif je dit zo in elkaar. En wel zorgen dat alles netjes naar elkaar zit. Bij elkaar zit. Zo. En dan gaan we dit dicht naaien. En dan ga je hier zo dwars doorheen. En dit naai je dan zo dicht. En zorg wel dat alles netjes op elkaar blijft zitten. Dus dat ga ik ook doen. En dan laat ik zo meteen het eindresultaat zien. Ik heb hem in elkaar gezet en nu draai ik hem zo terug. Ik heb ook mijn draadjes weggenaaid. En dan even goed leggen zo. En dan is dit zo de haarband geworden. Ik hoop dat jullie ook een leuke haarband kunnen maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En graag tot de volgende video.